Een hele goede dag allemaal. Welkom dat je kijkt. Ik ben Karin Stelman van der Weg. Ik ben 33 jaar en ik ga voor jullie een leuke kookvlog opnemen. Kijken jullie gezellig mee? Nou, ik ga dus koken. Ik ga een lekkere maaltijd salade maken. En ik ga daarvoor dus de spullen pakken. En kijk gezellig mee wat ik ga pakken. Je hebt onder andere een snijplank en een mesje nodig. En we gaan dus namelijk een maaltijd salade maken. Dus ik heb twee pannetjes erbij. En hoofdingrediënt pasta. Paprikaatjes, lekker gezond. We gaan even het water in het pannetje doen. Genoeg water. Ik heb hier precies dus 1 liter water in. Nou, die ga ik op het vuur zetten. Mocht je niet alleen bij het vuur of vuur in je handen hebben, vraag dan even je begeleiding erbij. Ik ga er even wat fusli in doen. Ja, genoeg. Zo. Dat is dus nog niet eens een halve zak. Want ik ga jullie echt iets wat leren. Mocht je nog niet alleen mogen zijn met een mes, vraag dan even je begeleiding erbij. Misschien dat hun het ook mee kunnen leren. Haal nooit het stukje, als je dit erop hebt, nooit zo ervan af. Want het is scherp. Altijd de bolle kant naar je toe en haal hem dan ervan af. En dan gaan we dus, hier hebben we een heel mooi steeltje. Gaan we eerst dus het steeltje ervan afsnijden. Gaan we die er eerst, zodat hij kan staan. Nou, hij kan staan, redelijk. Mooi. Dan gaan we hem dus nu vanaf deze kant eraf halen. En dan gaan we hem zo weer helemaal rondom. En zo verspil je helemaal niks qua een paprika. Helemaal niks. Ideaal en heel erg handig. En zo hou je dus het klokhuis van de paprika over. Je legt hem dus niet zo, mag ook wat jij fijner vindt. Maar het is handiger om hem zo op je snijplank te doen. Je gaat hem eerst in reepjes snijden. Ik zal even uitleggen waarom ik het zo pak in plaats zo. Als je hem zo pakt en je gaat snijden, kijk, dan kom je er heel mooi langs. Kijk, dan kom je er heel mooi langs. Als je zo gaat doen, ja, dan heb je kans dat je dus in je vingers gaat snijden. Dat is niet handig. Jullie zullen wel vast eens afvragen van waarom bij de snijplank altijd een gat in zit. Ja, het is een handsvat, snap ik. Maar je kan daar veel meer mee doen. Want als je eigenlijk altijd zo gaat doen, heb je nog wel eens kansen dat je morst, toch? Is niet handig. Daarom hebben ze dus ook een gaatje gewoon uitgeronden. Kun je dus namelijk heel mooi tussendoor doen. En je morst helemaal niks. Alles gaat door het gaatje heen van de snijplank. Zo. Gaan we door met de komkommer. We gaan een komkommer snijden. Ik ga hem eerst hier insnijden. Zo, de helft. Kijk uit voor je vingers. Zo. En dan gaan we dus hier nu reepjes snijden. En dan gaan we hem omdraaien en dan gaan we blokjes maken.
Zo. En dan gaan we even kijken bij de macaroni pasta. Ja, dat ziet er heel goed uit. En dan gaan we door met de courgette. Ik doe altijd even de helft. Altijd wel makkelijker. Dat stukje er vanaf. Zo. Nou, dan gaan we even met de tomaatjes verder. Lekkere kleine cherry tomaatjes. Ik gewoon... Zo vasthouden, heel netjes. Hartstikke mooi. En dan leg je ze zo neer. En deze dingetjes kan je niet zo vasthouden. Gewoon heel voorzichtig zo. Dus wat je zou kunnen doen. Op een tomaatje heb je altijd een buikje, om het zo te zeggen. Daar kan hij heel mooi op staan. Zo, en dan leg je hem eigenlijk gewoon weer mooi neer, plat. Dus op dit dingetje kan je hem heel mooi neerleggen. Kijk, want als je dit doet, ja, dan gaat hij alle kanten op en dat is niet handig. Dus mooi daarop neerleggen. Je vingers eroverheen. Plat neerleggen. Dus als je niet zo, want dan gaat hij weer alle kanten op, want dat is niet handig. We zijn dus klaar met de mooie, lekkere tomaatjes. Dus die gaan we er ook even in doen. We hebben een heel pannetje al vol. En we gaan gelijk even kijken bij de pasta. We gaan even kijken. Kijk, het is al heel mooi gaar. Zoals je wel wellicht kan zien. Dus we gaan het gas, in mijn geval nu, uitzetten. Misschien bij jullie inductie. Kijk altijd uit dat de pan heet is. Dus pak altijd pannenlappen. Erg handig. Dan gaan we even afgieten. Pannetjes helemaal niks aan blijven plakken. Helemaal goed. Nou, dan laat je hem even rusten. Doe je even dit pannetje weer even op de gasfornuis of op je plaat. En dan ga je even nog verder met de voorbereidingen van je pasta salade. Nou, dat is in mijn geval dus nu een blikje tonijn. Heb je een blikopener? Nou, dan kun je ook een blikopener, maar je kan ook deze. Maar mocht dat niet, nou, dan kun je altijd een blikopener pakken. Ik ga mijn blikje openen. Los. Kijk. Oh, dat ruikt zo lekker. Oh, dat ruikt zo lekker. Kijk, en dan doe ik gewoon met het sap erbij in. Kijk, ik heb een hele hoop al in de pan. Doe ik gewoon erbij in. Kijk, lekker, lekker, lekker. En dan hebben we nog een lekker spritzkool. Gaan we ook even openmaken. En je hoeft echt per se niet alles te gebruiken als je al heel veel hebt voor je pan. Dan kun je de overige producten voor de volgende keer weer gebruiken. Zoals nu bij de spitskool gebruik ik maar minder als de helft. Want dan kan ik de volgende keer ook weer een lekker een maaltijdsalade maken. Kijk.
En dan doen we de spitskool er ook lekker bij. Lekker gezond. En dan pak ik eventjes een kleine lepeltje. Een beetje zuur erbij doen. Gewoon een klein lepeltje. Zo. Dat ziet er lekker uit. En we gaan de pasta erbij doen. Pak ik nog even een andere lepel erbij. Een hele grote pan vol. Lekker omroeren. En dan als laatste gaat er hier dus een mooie sausje erbij doorheen. Zo. Nou, en ik zou zeggen, dien het op en eet smakelijk.